Wat ik nu eigenlijk doe is ontiegelijk illegaal, want het scorebordje mag niet betreden. En zoals je ziet, alles hierboven is letterlijk van schelpen gemaakt. Ook zit ik boven een waterval, dus het water loopt van boven eigenlijk voor mijn neus naar beneden. Ik zou zeggen, let op en kijk mee. I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Naast mij loopt Ton. Daar. Hoi Ton. Ja, hoi. Ja, hoi. Ja, wij lopen richting kasteel Roosendaal. Dat is gewoon een, wat is het eigenlijk? Een open dag of zo? Of zoiets, hè? Zo. Dat is dan het natuurmonument. Ja, het natuurmonument of zoiets. In ieder geval, ik zie mijn vrolijke tante ook lopen. Valt ook niet op, hè? Met dat aparte kleur haar wat ze aan heeft. Wat ze het heeft. Maar goed, mijn tante is aan het EHBO, hè? Ja, dat zal mijn tante wel hebben, denk ik. We hebben ooit hier op dit terrein hebben wij een filmopname gehad, hè? Clipopname, hè? Videoclip. Tom begint gelijk aan te lachen. Nee, ik zet geen linkje ervan in de beschrijving met deze. Ik zie wel mijn vrolijke tante lopen, want ja, die moet ook altijd wat te doen hebben. Hé, hey, tante! Nee, mijn tante was ook wel een vuurtje. Ja, die rookjes zijn slecht, hè, maar toch pak ik het even graag. Hallo. In ieder geval, ik ben zo bij je terug. Zo, nou lopen we in het kasteel van Roosendaal en ja, momenteel, zoals je ziet natuurlijk, als ik het zo doen, ben ik in een hele oude stal. En nou lopen we het park in. We moeten alleen even kijken hoe we moeten gaan lopen. Ja, nu kun je het wel wegpakken, hè. Oh, dat kunnen we. Ik weet niet waar we heen gaan, volgens mij gaan we een oude wijnkelder in, of niet? Oeh, het is wel heel koud. Het is dicht. Oude bunker. Nee, we kunnen niet verder. Het is dicht. Ja, dus jij te laten te bedriegen bij de bedriegertjes. Nou, ik durf er wel overheen te lopen. Ik weet niet wat voor effect het zou hebben, maar... Op zich ziet het er wel heel mooi uit. Zoals hier achter mij. En dan word je in één keer bespoten hier. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar dan spuit ik allemaal water naar beneden omhoog. Nou. Allemaal echte schelpen. Een beetje verfrissend, hè, jongens? Even kijken of je wegglijdt. Ah, moet ik daar nog voor? Nou, mijn vader gaat er overheen. Ja. Dan, mama. Ik heb een slipper van. Hoor ik het slipper van? Nou, film me, hè? Kom op, Tom. Jij ook. Nou, Tom, dan gaat Tom er weer, dan gaan we wel lachen. Ik heb mijn slipper
stickers aan, hè? Ja, kom op, toch? Ja, maar ik heb een stickers. Dat is helemaal niet te doen, natuurlijk. Nou, het zon is ook bijna boven. Ja, dat stukje, dat had ik ook net. Ja, dan moet ik zelf nog, hè? Ja, dat zou ik zeker doen. Ik kom even terug. Ik kom even terug, maar ik heb een meneer komt even terug. Vraag ik even bij meneer of hij mij zo wil filmen. Filmen? Ja. Nou. Zo, dat is wel heel snel. Ja, maar je hebt het goed. Ik heb het overgepaald. Hey. Nou, dan gaan we nog een keer. Dan gaan we. Oh. Zo, maar ik heb in ieder geval natte voeten. Goed, tot zover een stukje van dit. Nou gaan we op naar... Waar gaan we nou naartoe? Neptunus. Nou, Neptunus. Goed, en zo lopen we aan de andere kant van de plas. En we waren net bij Neptunus, zoals je gezien hebt. En zo lopen we weer verder. Waar naartoe weet ik eigenlijk niet. Nou, voor degene die het leuk vinden om karpers te vissen. Nee. Nee, dat ziet ze wel heel goed hier. Ja, toch is dit best wel een hele mooie tuin. Want ook al die slootjes, die de plassen die er liggen, die verlopen steeds met een watervalletje naar beneden. Het gaat van hoog naar, laag en van laag naar hoog. Ik zal wel even een stukje filmen van het stukje waar het eigenlijk naar beneden loopt. Je kunt er ook onder zitten. Wat ik nu eigenlijk doe is ontiegelijk illegaal, want het stond een bordje van niet betreden. En zoals je ziet, alles hierboven is letterlijk van schelpen gemaakt. Ook zit ik boven een waterval, dus het water loopt van boven eigenlijk voor mijn neus naar beneden. Ik zou zeggen, let op, kijk mee. Dit is de uitzicht. Hij kijkt naar de schelpen, hij kijkt naar het afgewerkte. Alles om me heen is van schelpen. Wat ook heel mooi is, dat beeld recht over mij. Kijk. Kijk, daar zat ik net in. Onder die waterval. Goed, dan weet ik natuurlijk sinds net dat ze dat het theehuisje noemen. Was in ieder geval best wel leuk om, daaronder te zitten, moet ik zeggen. Kijk, als jullie het sprookje kennen van de prins en de prinses die je een kikker kussen en dat je alweer prins of prinses wordt. Nou, hier staat zo'n standbeeld daarvan. En om het aan te tonen, de kikker is er ook. Natuurlijk heel leuk om dat allemaal mee te maken. Dit is de achterkant van het beeld. Ze lopen gewoon illegaal in het park. We vragen het even aan onze gids. Hoe heette het, Tom? Stroomgoden. Stroomgoden. Ja. Zo noemen ze het. Beeld. Stroomgoden, dat
Even kijken. Dat is klaterend water en reusachtige beelden. Nou, dat zijn dus de stroomgoden. Oké. Okay. Ja. Nou, weer wat informatie rijken. Dan ben je eigenlijk best wel van alles te doen, hè, Tom? Heel veel. Ja. Zien. Ook natuurlijk is mijn moeder er. Hoi, mam. Hallo. Wat is dit? Kijken, wat een mooi huisje. Ja, mooi. Ja, dan moet je even kijken. Ik weet niet, hoe heet het, Tom? Hij staat hier in de... Heel... Een mooi huisje staat hier. Theekoepel. Het is een theekoepel. Ja. Boven in een verfijnd interieur. Oh, je kan naar binnen kijken. Oh ja, wacht. Schuif even de camera om. Wacht even hoor. Even kijken, even vragen aan de gids. Waar gaan we naartoe, Tom? We gaan nu naar de Schelpengalerij. Ja. Dat is een exotisch kunstwerk van zo'n ongeveer 300 jaar geleden. Oké, dus met andere woorden, dit staat al zo'n 300 jaar hier. Ja. Nou, heel interessant. Ook daar gaan we natuurlijk een kijkje nemen. Ook best wel een hele mooie tuin hier. Allemaal aangelegd met verschillende bloemetjes. En ook is hier natuurlijk... Wauw. Dit is heel mooi. Allemaal van koraal gemaakt. Het is echt geweldig om te zien. Laten lopen aan de andere kant. Dat is aan de andere kant. Spreken van de pomp. Yeah.